Want bij PSV hebben ze natuurlijk ook heel vaak alles door de vingers gezien vanwege zijn extreme talenten. Ja. Kijk, iemand met wat minder talenten, die had een lange schop gekregen. Paul Scholes riep ook, ze moet ophouden met die social media en dat soort dingen. Dat onderschrijf jij natuurlijk, want je doet de laatste tijd ook minder, toch? Nou, ik zou je vertellen wat mij overkomen is. Wij hebben met die theatertour zo'n Facebook. Ja. En ik wou eens kijken wat er allemaal van onzin op stond. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ik moet even ingelogd worden voor Facebook. Hoe gaat dat? Nou, die heeft dat geregeld. Nou, dat wil ik niet. Binnen 5 minuten had ik 100 vrienden. Allerlei mensen. Allerlei mensen die dit met hele mail vol met onzin en die vriend willen worden. Ik wil helemaal geen vrienden. Nee, doe je. Ik heb jou. Ja, dat is waar. Dat wil je nog meer inderdaad. Dus je hebt die Facebookpagina opgezet. Ja, nee, maar ik kan hem nou niet afsluiten. Dan moet ik weer aan iemand vragen om hem af te sluiten. Want ik snap er geen reet van. Nee, maar je moet er ook wat persoonlijke dingen op zetten. Hè? Nee, voor geen goud. Nee, want ik twitter al niet. En ik wil ook geen Facebook. Ik wil alleen even kijken.